Welkom aan alle kijkers, beleidsmedewerkers, bestuurders, uitvoerders, wetenschappers, adviseurs van waterschappen en andere organisaties. En welkom ook aan jonge waterbeheerders en natuurlijk welkom aan de STOA-collega's. STOA bestaat als kenniscentrum dit jaar 50 jaar. In de campagne De Kracht van Kennis besteden we daar het komende half jaar op allerlei manieren aandacht aan. En vandaag is de aftrap met deze talkshow. Ik wens je veel plezier. Ik spreek als eerste met Joost Buntsma, directeur van STOA en de gastheer ook van vandaag. Joost werkte eerder bij twee provincies, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bij Rijkswaterstaat. En sinds 2013 is hij directeur van STOA. Van harte welkom. Dit is 50 jaar STOA, dat is toch een heel erg leuk feestje. Wat doet dat met je? Nou, wel een heleboel, want ik ben eigenlijk wel een klein beetje trots hoor, zal ik je zeggen. STOA is 50 jaar geleden opgericht. Als kennis- en innovatieorganisatie van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat voor het regionale waterbeheer. En we hebben al 50 jaar het vertrouwen van die achterban gekregen om samen kennis te ontwikkelen. Kennis ontwikkelen we met universiteiten, adviesbureaus en met de kennisinstellingen die Nederland rijk is. En we werken eigenlijk met alle kennisinstellingen samen. En dat is eigenlijk best wel iets om trots op te zijn. Dat je echt 50 jaar dat vertrouwen krijgt. Dus absoluut reden voor een voor een feestje. Voor een feestje. En het thema van de campagne is de kracht van kennis. Waarom is dat zo belangrijk? Kennis is belangrijk omdat kennis zorgt voor de onderbouwing voor beleid en beheer. De maatschappij vraagt in toenemende mate om maatregelen om problemen op te lossen. Het lijkt wel alsof de maatschappij steeds minder rust daarin heeft. En het moet allemaal vandaag en morgen opgelost worden. En kennis is daarvoor absoluut noodzakelijk. Innovatie hoort daar nadrukkelijk bij. Einstein heeft ooit eens gezegd, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Als je al deze problemen op wil lossen binnen de gestelde tijd die de maatschappij aan jou vraagt en de politiek. Hoe wil je dat dan alsjeblieft doen zonder dat je kennis ontwikkelt? Dus dat moet. Dat kan eigenlijk niet zonder. Nee, inderdaad. Laten we even luisteren wat Luc Kozik, de voorzitter van jullie bestuur, te zeggen heeft over de kracht van kennis. STOA bestaat 50 jaar. En dat is een kracht op zich. Maar waar komt die kracht nou vandaan? Dat is de kracht van kennis. En die kennis heeft de waterschappen de afgelopen 50 jaar geholpen. Maar die gaat ons ook de komende 50 jaar helpen. En misschien nog wel meer dan in het verleden. En waarom? Het klimaat verandert, de maatschappij verandert in een rap tempo en de waterschappen moeten daarop inspelen. En zonder kennis en zonder voortdurend innovatie en innoveren zal dat niet lukken, dat goed inspelen. En daarom neemt het belang van STOA toe en neemt het belang van kennis toe om dat naar de praktijk te brengen. Ja, wat we Luc net horen zeggen, het belang van STOA neemt eigenlijk alleen maar toe. Wat betekent dat concreet voor STOA? Nou kijk, Luc weet vanuit zijn verschillende posities die hij bekleed heeft, vanaf de Delta-dienst tot de dijkgraafpositie die hij nu heeft. Ik denk als geen ander dat kennis absoluut noodzakelijk is en van toegevoegde waarde is. En dat plaatsend in de context van maatschappij en bestuur. Hij benadrukt ook nadrukkelijk dat de STOA is 50 jaar geleden opgericht als organisatie om kennis te ontwikkelen op het gebied van waterkwaliteit. Het water stond ons toen figuurlijk gezien nadrukkelijk aan de lippen. En het was geen schoon water, want er dreven dode vissen in de grachten.
En je kon er zeker niet zwemmen. Dat herinner ik me ook nog wel uit mijn jeugd. Dat je bepaalde, nou, de gracht al helemaal niet, maar in de Vecht of zo, dat kon gewoon niet. Dus er is al heel veel veranderd. Er is nadrukkelijk heel veel veranderd, maar nog steeds kampen we met een waterkwaliteitsprobleem. En nu werken we niet alleen aan waterkwaliteit, maar we werken ook aan waterveiligheid. We werken ook aan de circulaire economie, aan de adaptatie aan het klimaat, aan de energietransitie. En dat grijpt ook nog allemaal eens een keertje in elkaar. En dat is denk ik een hele grote opgave voor de waterbeheerders, voor waterschappen, provincies en het Rijk. En eigenlijk denk ik dat we het binnen het waterbeheer nog nooit zo druk hebben gehad. Ja, de toekomst wellicht ook, hè? Want jullie zijn een kenniscentrum, maar jullie doen meer dan alleen maar technische vragen beantwoorden, toch? Nou, wel, de nadruk ligt daar wel op, hoor. Maar we kijken ook steeds meer naar hoe die techniek moet landen in de bestuurlijke context. Dus je kijkt ook naar governance-aspecten, je kijkt naar wetgeving, juridische aspecten. Dat is er de afgelopen tijd wel nadrukkelijk bijgekomen. Ja. Nou is er nog een ander bestuurslid, dijkgraaf Geert-Jan ten Brink. En die zegt het volgende over verbinden en de toekomst. Waterschappen die moeten voortdurend innoveren. Dat hoef ik u niet te vertellen, dat weten we allemaal. En wat is er dan mooi dat er een organisatie is die ons daarbij helpt, namelijk STOA. En ik vroeg me af, zo'n 50 jaar STOA, van hoe komt dat nou eigenlijk dat wij eigenlijk met z'n allen zeggen STOA 50 jaar jong en op naar de volgende 50 jaar. Dat heeft alles te maken met de verbindende kracht van STOA. STOA is onafhankelijk en vraaggestuurd. Dat betekent dat het STOA zelf geen belang heeft bij het type onderzoek, maar goed luistert naar de waterschappen. En onze programmacommissies van de waterschappen, die bepalen welke onderzoeken we gaan doen. Zodat we de vraag die we hebben als waterbeheerders kunnen koppelen aan de kennis van morgen. En dat maakt dat STOA echt 50 jaar jong is. En samen met de waterschappen we gewoon een geweldige toekomst hebben die we met z'n allen samen tegemoet gaan. Het zijn mooie woorden van Geert-Jan. Verbindende kracht, onafhankelijk. En wat ik ook interessant vind, dat vraaggestuurd onderzoek doen. En STOA is gewoon 50 jaar jong. Ja, het is wel goed, denk ik, dat Geert-Jan juist dat vraaggestuurde en dat onafhankelijke benoemt. Dat onafhankelijk, omdat we geen enkel belang hebben. En wat wij, de kennis die wij ontwikkelen, die moet ook echt gewoon niet ter discussie staan. Heeft dat tot op heden ook nog niet, hoor. Dat vraaggestuurd, dat is eigenlijk wel de kernwaarde van ons. Wij moeten kennis leveren die, waar de waterbeheerders om vragen. En die verbinding die zit er vooral in dat wij niet alleen de kennisvragers, de waterbeheerders, met elkaar verbinden, maar die ook verbinden nadrukkelijk met de kennisaanbieders. En dat doen we op allerlei verschillende manieren. 50 jaar jong zeker. Als ik in het buitenland kom en ik vertel hoe wij als STOA georganiseerd zijn en gefinancierd worden, dan is iedereen daar stinkend jaloers op. Want dat hebben ze in het buitenland niet, bedoel je dat? Nou, ze hebben wel vergelijkbare organisaties, maar dan gekoppeld aan de manier van financieren. En dat heeft ook te maken met dat vertrouwen. Dat er een reguliere jaarlijkse bijdrage is, dat is zeker niet gewoon in het buitenland. En dat maakt dat wij niet alleen projecten kunnen doen, maar wij kunnen ook meerjarige programma's doen. Omdat die financiering gewoon geregeld is. En gewoon, je moet het wel elke keer bewijzen. Maar ik vind dat een zeer grote waarde. Wat ik zeg, dat hebben we 50 jaar hebben daarvoor gewerkt. Dus daar zijn we best trots op. Nou, in een land als Nederland is het ook gewoon heel erg belangrijk, lijkt mij. Het water. Ik bedoel, niet voor niets dat we een koning hebben die dat heel erg altijd in zijn portefeuille had. Als ik maar zo kan zeggen. En nu hebben we natuurlijk de campagne en dit feestelijke jaar. Dit is nog maar het begin. Wat verwacht jij ervan? Ik ben wel verwachtingsvol en heel nieuwsgierig. Vooral ook om te zien hoe onze achterban hierop reageert. Want dit is niet een normale manier van presenteren van ons. We zijn eigenlijk wel een klein beetje bescheiden. Neerzetten STOA de kracht van kennis. Ik ben wel benieuwd hoe men daarop reageert. Er komt natuurlijk uiteraard nog een feestelijke bijeenkomst. 15 september. Dat moet een klein beetje het
hoogtepunt worden. We krijgen nog een Young Talent Day. En daaromheen organiseren we toch wat bijeenkomsten waaronder ze toch nog eens eventjes nadrukkelijk profileren. Nou, dat lijkt me ook meer dan terecht. Dus je mag daar best inderdaad wel trots op zijn. Hartstikke leuk dat je er bent, Joost Bensma. En het wordt sowieso een heel erg interessant jaar voor jullie. Zo'n jubileumjaar kan natuurlijk ook niet zonder beeldmateriaal. Laten we even kijken naar wat het campagneteam van STOA heeft gemaakt. Kanalen, sloten, beken, rivieren. Water in je glas, op je hoofd, eigenlijk overal. En al dat water, daar moeten we goed voor zorgen. 50 jaar geleden hebben de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer opgericht. En dat zijn wij. STOA zorgt ervoor dat de kennis die de waterbeheerders nodig hebben wordt ontwikkeld en toegepast. Dit doen we ook voor andere stakeholders, zoals Rijkswaterstaat en provincies. Hoe we dat doen? Daarvoor doen we constant onderzoek. We werken met wetenschappers, waterschappers en waterbeheerders. Samen dus. Maar telkens is die T dus cruciaal. De T van toegepast. Er is veel gaande in de wereld. Klimaatverandering, verstedelijking. En dat brengt veel vragen met zich mee. Hoe waarborgen we bijvoorbeeld voldoende water van goede kwaliteit? En hoe gaan we om met droogte en wateroverlast? STOA helpt bij het beantwoorden van dit soort praktische vragen. We houden ons bijvoorbeeld bezig met het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en kijken of we daarbij zelfs energie kunnen opwekken. Maar ook voor de bekendere thema's klop je nog bij ons aan. Zoals waterveiligheid en zuivering, waarin we blijven innoveren. En dan nog even over die thee. De kracht van al die kennis zit niet in mooi opgeschreven onderzoeksresultaten, maar in hoe je die resultaten voor je kunt laten werken. Zodat we al dat water in die beken, rivieren, sloten en kanalen optimaal benutten. Samen met wetenschappers, waterschappers en waterbeheerders blijven we werken aan oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Op naar de volgende 50 jaar. STOA. Samen naar de toekomst. Met de kracht van kennis. Ja, hoe leg je uit wat de kracht van kennis is? Iemand die dat heel goed kan, is Bas Haring. Filosoof, wetenschapper, columnist en hoogleraar publiek begrip van wetenschap. Als geen ander weet hij wat de kracht van kennis is en heeft daar een heel eigen visie op. Bas. Dankjewel. Ik wil niet zozeer mijn eigen visie op kennis met jullie delen. Want dat is eigenlijk een hele standaard visie waar ik het vandaag over wil hebben. En ik wil kort stilstaan bij de vraag, wat is kennis in het bijzonder? Wat is wetenschappelijke kennis? Want dat is het type kennis waar we het vandaag over hebben. Wat is dat eigenlijk, wetenschappelijke kennis? En dat kan ik heel mooi uitleggen via water. Omdat de allereerste wetenschapper is iemand die wetenschapper wordt gezien omdat hij zich bezighield met water. En dat is Thales van Mileten. Thales van Mileten, de meeste mensen kennen die kerel niet, maar hij leefde lang geleden, ongeveer 2,5, 3000 jaar geleden. En dat is de allereerste wetenschapper. En dat is nog voor Aristoteles en Socrates en dat soort mensen. En hij leefde in het Midden-Oosten. Hij reisde een beetje rond en is gebieden geweest als Egypte en Griekenland. Dus daar rond de Middellandse Zee leefde hij. En hij is de eerste geweest die een wetenschappelijke verklaring gaf voor het overstromen van de Nijl. De Nijl overstroomt jaarlijks. En de verklaringen voor de Thales van Mileten er was, waren altijd in termen van goden en of wonderen. En het waren dan verklaringen als de volgende. De Nijl overstroomt, want de goden zijn boos. Of de Nijl overstroomt, want de goden zijn juist helemaal niet boos. En dat is ook heel fijn soms als de Nijl overstroomt. Dat laat weer allemaal sedimenten achter waar je landbouw mee kan doen. Of als gevolg van een wonder nam in één keer de hoeveelheid water toe en als daarom overstroomt de Nijl. En Thales van Mileten zei iets anders. Hij zei nee, dit is het allemaal niet. De Nijl overstroomt omdat er een bepaalde wind is. En die wind is jaarlijks altijd vanuit die kant. En dan stuwt het water op en als gevolg daarvan
overstroomt de Nijl. En dat was de allereerste verklaring van een fenomeen die niet in termen van wonderen en of goden was, maar in termen van de wereld zelf. En dat kenmerkt wetenschap. Wetenschap probeert verklaringen over de wereld te geven zonder te verwijzen naar buitenwereldse, wonderlijke, godachtige wezens en dat soort zaken. Het Nederlandse woord onderzoeken illustreert de essentie van wetenschap wel. Want onderzoeken betekent dat je ergens onderzoekt. Ik zie de wereld hier om mij heen en ik zie allemaal dingen, maar ik kan ook onder het glas water kijken. En dan denk je, verdomd, wat zit er eigenlijk onder? Hoe zit de wereld eigenlijk stiekem in elkaar? Wat ik in eerste instantie niet zo duidelijk zie. Dat is een kenmerk van wetenschap. En dan formuleer je het antwoord zodanig dat iemand kan toetsen of het antwoord klopt of niet. Dat was het interessante namelijk van het verhaal van Thales van Mileten. Het antwoord klopt niet. Het overstromen van de Nijl heeft niks te maken met de wind. Maar dan kun je achterkomen. Je kunt erachter komen dat het verhaal niet klopt. Het is veel moeilijker om erachter te komen dat een verhaal over goden en wonderen wel of niet klopt. Daar is eigenlijk helemaal geen methode voor. En dat kenmerkt wetenschap ook. Dus als iemand wat zegt, zo en zo zit de wereld in elkaar, dan is het mogelijk om uit te vogelen of het klopt wat die persoon zegt. Dat is ook een kenmerk van wetenschap. Wat is nou het nut van wetenschappelijke kennis? Ik ga weer Thales van Mileten gebruiken om het nut van wetenschappelijke kennis te illustreren. Want die kerel die had er ook mee, die worstelde er ook mee. Dat werd hem gevraagd in zijn tijd. Ook van leuk dat jij een rondreizende intellectueel bent. Maar wat heb je daar nou aan? Ik vermoed dat hij vermogend was dat hij zich dit kon permitteren. Maar toch, wat heb je aan al die kennis? En toen deed hij het volgende, heel erg grappig. Hij ging in een bepaalde regio alle olijfpersen opkopen. Dus vandaar ook dat ik dacht dat hij wel vermogend zou zijn, want anders kun je dat niet permitteren. Dat ging hij dus doen. Hij ging in een bepaalde regio alle olijfpersen opkopen. Mensen keken hem raar aan. Wat moet je met al die olijfpersen? En het jaar daarop, toen de olijfoogst kwam, had niemand in die regio nog een olijfpers. Het kost vrij veel tijd om een olijfpers te maken. Dus er was een tekort aan olijfpersen. Er was maar één iemand die de dingen had, en dat was Thales van Mileten. En voor een veelvoud van de inkoopprijs heeft hij de dingen toen terugverkocht aan de mensen van wie hij ze gekocht had. En zijn antwoord was daarmee, kijk, dit heb je eraan. Het is handig. Het is handig om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Dat helpt je in allerlei praktische zaken. Je kunt er ook nog geld mee verdienen. Heel tof antwoord vind ik. Een hele pragmatische onderbouwing van het belang van wetenschappelijke kennis. Je hebt er wat aan en je kunt er dingen beter mee doen dan zonder wetenschappelijke kennis. En eigenlijk zou ik in deze tijd waarin er heel veel wordt getwijfeld aan wetenschap, door bijvoorbeeld antivaxxers, zou ik eigenlijk willen dat ze ook meedoen aan een soort wetenschappelijk experiment. Oké, probeer het nou maar. Doe maar geen vaccin nemen. En we kijken wel wie er in het ziekenhuis belandt. En dan geef ik op een briefje. Dat zijn natuurlijk de mensen die geen vaccin namen, die uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. Ergo, het nut van wetenschappelijke kennis is, dat is wederom het antwoord dat gegeven werd door Thales van Mileten, is je hebt er uiteindelijk wat aan. Nog iets over wetenschappelijke kennis. En dat is dat het woord ratio past hierbij. Dat je niet in één keer wat vindt, maar dat je wat langer nadenkt en je verstand gebruikt voordat je tot kennis komt. Mensen hebben allerlei eerste intuïties over hoe het wel niet zou zijn. Bijvoorbeeld in de tijd van de Nijl dacht men, het zal wel zo en zo zijn. Maar nee, als je jezelf ook tijd geeft om rationeel en met rust ergens over na te denken, dan kom je tot wetenschappelijke kennis. Het woord ratio is een woord dat hoort bij wetenschappelijke kennis. En dat merk je nu ook weer met water. Er kwam net aan de voren dat er een nieuw ding is in ons land. En dat is een tekort aan water. Daar is eigenlijk nooit sprake van geweest. Er zal het water te veel. We leven in een delta, aan zee, vlakbij het water. Er komt allemaal rivierwater en regenwater komt ons land in. Daar moeten we vanaf. Er is veel te veel water. Dat is altijd zo geweest. Maar nu hebben wij ook soms een tekort aan water. We hebben droge zomers gehad. En dat komt vermoedelijk door klimaatverandering. Dat lijkt mij een logische verklaring. Ik ben geen specialist op dat gebied, maar het lijkt mij logisch. En dan is de emotionele, niet-rationele reactie is dan, zie je wel, de wereld vergaat. Er zijn vreselijke dingen aan de hand. Het klimaat verandert, er is watertekort. Zie je, wat wordt één groot drama. Dat is niet de reactie die hoort bij een wetenschappelijke grondhouding. De wetenschappelijke grondhouding vraagt dat je nog eens bij jezelf te raden gaat. Wat is er eigenlijk aan de hand? En wat er eigenlijk aan de hand is, is dat wij eeuwen of decennia op zijn minst bezig zijn geweest met het
kwijtraken van dat spul. En dat we nu iets anders moeten gaan proberen, namelijk het bewaren van dat spul. Maar dat betekent niet per se dat er een drama aan de hand is, dat de wereld aan het vergaan is. Dat betekent gewoon met rust iets nieuws inrichten. Namelijk, we moeten niet alleen het water kwijt, we moeten het ook bewaren. En die rust en ratio horen bij een wetenschappelijke grondhouding, wat mij betreft. Maar, en dat is de laatste bespiegeling die ik met jullie wil delen over wetenschap en over wetenschappelijke kennis. Het is niet alleen maar nors en precies. Het is ook speels. Wetenschap en wetenschappelijke kennis vergaren kan ook heel speels zijn. Ik geef daar college over in Leiden. En ik gebruik dan twee voorbeelden die ook te maken hebben met water. En die wil ik nu ook gebruiken. Om te laten zien dat je op een hele leuke, speelse manier wetenschap kan doen. Het eerste voorbeeld gaat over zeewater. Dat is niet zozeer het water waar waterschappen zich mee bezighouden. Maar desalniettemin. Een paar jaar geleden is er een keer een containerschip vergaan waar heel veel badeendjes in zaten. Heel veel mensen kennen het verhaal wel, maar ik herhaal het toch. Heel veel badeendjes, duizenden badeendjes zijn ergens op een of andere plek in de oceaan beland. Nou, niet leuk, maar ook weer geen drama. En toen is er één vent geweest, ik ben zijn naam kwijt, die dacht in één keer van, hé, ik kan die badeendjes gebruiken. Ik kan aan mensen vragen, waar hebben jullie van die badeendjes gezien? Die badeendjes zijn opvallende dingen, die kan op het strand zien. Ik kan burgers vragen te rapporteren waar ze die gevonden hebben. En dan kan ik analyseren hoe de stroming geweest is, die verklaart dat ze daar zijn beland in plaats van ergens anders. Dus via die badeendjes heeft een grappige creatieve wetenschapper weer kennis opgedaan over hoe zeeën stromen. Maar het tofste voorbeeld wat met water te maken heeft en met creatief wetenschap doen, is van het afvalwater. En ik kan me dit verhaal nog herinneren van toen ik zelf student was. Toen speelde drugsproblematiek in de VS op een andere manier dan nu. Het was allemaal wat. Men worstelde daar meer mee dan nu. Het was een nieuw probleem. En in Chicago had een groot probleem met drugs. En het vermoeden in Chicago was, ik spreek over de jaren 80, dat drugs een probleem waren van de arme mensen. De onderkant van de samenleving, daar was de drugsproblematiek het grootst. Maar men wist dat niet zeker. Want je kunt wel aan mensen gaan vragen, gebruikt u drugs? Maar iedereen zegt nee. Dus je weet niet wie de grootgebruiker is. En toen zijn er mensen van het rioleringssysteem in Chicago geweest. Of wetenschappers daar al mee, dat weet ik niet. Die hebben bedacht, het is wel leuk dat jullie denken dat het de arme, de onderkant van de samenleving is. Maar misschien wordt er wel vooral veel drugs gebruikt in rijke wijken. En die zijn toen cocaïnesporen gaan meten in het afvalwater en zijn toen tot de conclusie gekomen dat de drugsproblematiek in Chicago vooral een rijke wijkenprobleem was. Heel creatief en hartstikke speels. Dat is eigenlijk nu gewoon gemeengoed. En ook in de coronatijd is diezelfde truc gebruikt. Ook in de coronatijd is de kwaliteit van het afvalwater gemeten om te kijken van waar is het probleem groter en waar is het probleem wat minder groot. Waarom vertel ik dit? Om te laten zien dat het verkrijgen van wetenschappelijke kennis ook een speels en leuk proces is geweest. En ook precies daarom moet je elkaar blijven opzoeken. Je kunt niet in je eentje heel erg creatief zijn. En daarom is een organisatie als STOA ook belangrijk. Niet alleen daarom, maar het is ook belangrijk omdat wetenschappelijke kennis vergaren creativiteit verlangt. En dat kun je niet in je eentje, daarom dus STOA. Ik wou nog heel even zeggen over. Er is ook zo'n onderzoek geweest, volgens mij, naar linker- en rechter schoenen. Die zijn aangespoeld. Ja. En dat sommige gingen de ene kant op, de andere de andere Klopt. Kant op. Ook heel grappig en creatief. Maar wat daar de toepasbaarheid van is, weet ik dan weer niet zo 1, 2. Nee. Bij die badeendjes was het er wel. Want dat hielp je echt kennis te vergaren over hoe die stromingen zijn. En allerlei modellen zijn weer aangescherpt met dat onderzoek. Hoe dat zat met die linker- en rechterschoenen, dat weet ik dan eventjes niet. Nee, maar dat was wel hilarisch. Dat was wel leuk. Ja, dankjewel Bas. Ik spreek je aan het eind ook nog eventjes, want dan hoor ik graag hoe jij naar deze uitzending hebt gekeken. Is goed. Dankjewel. De onderwerp dat de kracht van kennis dus goed illustreert is afvalwater. En afvalwater is niet iets wat om weg te gooien, maar vooral om opnieuw te gebruiken. En het is daarmee ook heel erg waardevol. Dankzij technologie kunnen we dus inderdaad van alles ermee. En dat moet natuurlijk ook wel vanwege de circulariteit. En het is een uitdaging, want die uitdaging zit ook in iets anders. Ervoor zorgen dat iedereen de noodzaak ziet van hergebruik.
We gaan het erover hebben met drie gasten die ik graag aan u voorstel. Allereerst Rien de Ridder, beleidsadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland. Dan Huip Reinaerts, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en programmaleider van het project Aqua Connect. En dat gaat over het hergebruiken van water. En tot slot Cora Uiterlinde, programmamanager afvalwaterzuivering bij STOA. En u kunt thuis trouwens ook vragen stellen via de chat. En formuleer het helder en kort en zet er ook bij aan wie u de vraag wilt stellen. En dan zal ik kijken of ik die inderdaad hier via mijn laptopje of mijn iPad nog kan stellen. Rien, voor we verder praten, even ter introductie. Wat heb jij met STOA? Ik ben onder andere lid van een programmacommissie van STOA. Dus als waterschapper met mijn collega waterschappers geven we invulling aan het onderzoeksprogramma van de STOA. Op vlak van water, gebruikt water. Dus dat is één onderdeel. En op dit moment ook heel actief met het onderwerp afvalwaterprognoses. Het goed in beeld brengen hoeveel afvalwater komt er nou binnen en ook zeker naar de toekomst toe. En daar loopt ook een programma waar wij samen met het waterschapshuis die verbinding proberen te maken om een beter grip te krijgen op die prognoses. Ook omdat er allerlei andere vraagstukken gaan spelen waar we goed moeten weten hoeveel afvalwater we hebben. Ja, wat zegt de prognose? Of wat kan dat zeggen? Er zitten verschillende indelingen. We groeien natuurlijk, hè. Er komen nog steeds woningen bij, dus er komt meer afvalwater. Maar goed, er zit ook meer water, andere stromen van water die je misschien wel niet op de zuivering wil hebben. Dus inzicht hebben hoe dat functioneert, dat helpt bij het beantwoorden van allerlei andere vraagstukken, zoals klimaat, medicijnenverwijdering, et cetera, et cetera. Heel goed, daar gaan we het over hebben. Huub Reinaerts, wat is vanuit de optiek van de Wageningen Universiteit nou precies de betekenis van STOA? Nou, ik denk dat als opvolger van Thales van Mileten, een aantal generaties denk ik, doen wij natuurlijk onderzoek vanuit de universiteit aan water, waterzuiveringstechnologie. En STOA is voor ons de verbinding met de praktijk, hè? Dus de vraagsturing vanuit de praktijksituatie. Toegepast onderzoek, maar voor ons ook weer doorvertalend naar ons meer fundamenteel onderzoek van welke nieuwe technologieën, welke nieuwe benaderingen zijn er nu nodig om tot oplossingen te komen. En daar zijn wij al decennia in samenwerking met STOA mee bezig. Dus STOA is super belangrijk voor ons. Ja, goed, fijn om te horen. Ja, Cora, jij werkt bij STOA. Vindt het ook fijn om te horen, neem ik aan, wat u zegt. Ja. Je bent programmamanager afvalwaterzuivering. Voordat we daarover gaan hebben, want daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hoe ben je ooit bij STOA terechtgekomen? Ik ben via de advieswereld en via het provincie Utrecht uiteindelijk en een waterschap bij STOA terechtgekomen. Dus ik heb eigenlijk al mijn hele leven al zit ik al in het afvalwater. En nu al geruime tijd bij STOA. En dat maakt dat het is een heel dynamische en afwisselende functie die ik heb. Ik vind het heel mooi om bij te kunnen dragen aan het mooie werk van de waterschappen. En ik heb contacten met, Joost die zei het net ook al, hè, met adviesbureaus, de universiteiten, ZZP'ers. Eigenlijk iedereen die maar een bijdrage kan leveren, daarmee werken we samen. Dus dat is een hartstikke inspirerende werkomgeving. Ja. Nou hebben we het dus over afvalwater, maar er gebeurt van alles met afvalwater. Klopt die term dan eigenlijk nog wel? Nou, eigenlijk is het beter om te praten over gebruikt water. Het is niet altijd afvalwater. In gebruikt water zitten heel veel waardevolle componenten die we graag een nieuw leven willen geven. Het water zelf met de huidige technieken of met nieuwe technieken die we nu aan het ontwikkelen zijn, kunnen we microverontreinigingen, bijvoorbeeld medicijnresten, verwijderen. En kunnen we echt een hele mooie, waardevolle waterstroom produceren. Maar er zijn ook heel veel grondstoffen uit dat gebruikte water te halen. Zoals bijvoorbeeld cellulose of fosfaten voor kunstmest of allerlei biopolymeren, ook met afvalwater, met gebruikt water. Dus uiteindelijk is gebruikt water een hele mooie, waardevolle basis voor de circulaire economie en waar waterschappen ook wat mee kunnen. En daarnaast kunnen we ook nog afvalwater inzetten om energie ook te benutten. Dus een bijdrage aan de circulaire economie. En op welke manier kan dat dan, energie? Nou, op het moment als we met het zuiveren van afvalwater, voorheen kostte dat heel veel energie. Door de processen die we gebruikten. Door een andere inzet van de processen kunnen we ook energie produceren. Hè, bijvoorbeeld door meer biogas te maken met het vergisten van zuiveringsslip. Nou, er zijn nu zuiveringen die meer energie produceren dan dat ze zelf gebruiken.
Nou, die noemen we dan energiefabrieken. En nou, daarmee leveren we een bijdrage. Ja, las ik nou ook dat er waterstof uit slib kan worden gehaald? We kunnen ook waterstof produceren. Dat is de toekomst, toch? Met energie kan je waterstof produceren. Daarbij komt ook weer zuurstof vrij, wat je ook weer kan benutten in de zuivering. Dus dat is ook een hele mooie ontwikkeling, al die innovaties. Ja, afvalwater is eigenlijk gewoon heel rijk water. Ja, zeker. Ja. Ja. Moet uit het verdomhoekje. Zeker weten, ja. Ja, Rien, jullie zijn als waterschap hier ook heel erg op gespitst. Waarom eigenlijk precies? Nou ja, eigenlijk zoals Cora dat net aangeeft. Hè, voorheen keken we naar afvalwater van dat is vies en dat moet schoongemaakt worden. Dat moet naar het oppervlaktewater. En ontstaat nu een andere van nee, afvalwater is een grondstof, is gebruikt water. Daar kunnen we wat mee. Kunnen we elementen uithalen, energie, grondstoffen. Daar kunnen we wat mee. En we houden ook nog water over. En daar kunnen we ook nog wat mee. Zeker gezien de klimaatverontwikkelingen. Hè, droogte, dat heeft een effect, zeker in Oost-Nederland. Ja, dan kun je dat water ook weer benutten. En nou ja, het meest utopisch is natuurlijk uiteindelijk dat je een soort zero-lozing hebt. En alles benut. En dat er niks overblijft, dat het gewoon allemaal weer opnieuw hergebruikt wordt. Hergebruikt. Ja, precies. Zoals water normaal ook een circulair of een kringloop is. Hè. Dat zou voor de keten idem dito moeten zijn. Ja. Dat zou mooi zijn inderdaad. Zeker inderdaad met de klimaatverandering. Ja, Huub, jouw onderzoeksprogramma is een samenwerking met heel erg veel partijen om dat hergebruik te bevorderen. Waarom is dat voor die partijen zo belangrijk? Ja, die partijen die zien ook dat we dus Nederland moeten veranderen. Hè. Nederland is nu nog steeds een waterafvoerend land. We water gebruiken we één keer, zuiveren nog voor het grootste deel. En vervolgens zit het binnen een dag in de Noordzee en zijn we het waardevolle zoete water kwijt. Nou, dat moet veranderen en dat betekent dus dat we het water moeten vasthouden. Dus als het één keer gebruikt is, moet het naar een nieuwe gebruiker. En die verbinding, om dat te doen, is, ja, klinkt eenvoudig, maar is heel ingewikkeld. En daar moeten we dus nieuwe kennis voor ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet zonder al die partijen die daar een rol bij spelen. Dus de aanbieders van het water, de waterschappen en in samenwerking met STOA. Maar ook de gebruikers van het water, de landbouw, de natuur, de industrie. Uiteindelijk zelfs drinkwatermaatschappijen. Dus die verbinding maken tussen aanbieders en afnemers van water, daar is heel veel nieuwe kennis voor nodig. Ja, en die kennis die zit op een aantal vlakken. Eén vlak is nieuwe technologie ontwikkelen, omdat we water op kwaliteit, op een bepaalde kwaliteit moeten leveren. Hè. Dus de natuur heeft een andere kwaliteit nodig dan de boer. Of de industrie, of enzovoort. Dus water op maat, kwaliteit, dat is één ding. Dus nieuwe technologie. Nederland is supergoed in het ontwikkelen van nieuwe technologie. Maar er moet nu een nieuwe generatie van technologie ontwikkeld worden. Dat doen wij in dat Aqua Connect-programma. Mm-hmm. En het tweede is die verbinding maken met infrastructuur. En wij noemen dat met een fancy term Smart Digital Water Grids. Dus het verbinden van aanbieders en de vragers van water. Met nieuwe infrastructuur. Eigenlijk de derde laag van de infrastructuur. We hebben de drinkwaterinfrastructuur. We hebben de riolering en de waterzuivering. En nu moet er een verbinding komen tussen aanbieders en vragers. En dat moeten we smart doen. Dus met nieuwe digitale technologie ondersteund. En ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is. En dat doen wij dus in dat Aqua Connect-programma. Die twee technologische ontwikkelingen. Er zijn nog andere dingen nodig, maar dat Naast al die technologische ontwikkelingen is er natuurlijk ook behoefte aan sociale onderzoeken, maar ook economisch. Precies. En juridisch, de governance-vraagstukken. Er zijn nog zoveel meer items die nader onderzocht moeten worden. Ja. En dat zit uiteindelijk ook allemaal in het Aqua Connect project met al die partijen waar we mee gaan samenwerken. Ja. Want het zit niet alleen maar in de technici dus. Nee, er is nog zoveel meer nodig. Wil jij die techniek en die technologie goed laten landen,
dan gaat het uiteindelijk ook om de mensen en de structuur daaromheen die we met z'n allen organiseren. Ja. Rien, we hoorden Bas net zeggen over wat er allemaal uit afvalwater gehaald kan worden. En dat ze in Chicago erachter kwamen dat het niet de arme mensen waren die cocaïne gebruikten, maar juist in de rijke wijken dat het gebeurde. Want afvalwater leeft ook informatie op. Ik las daarover dat ook in Amsterdam, ik geloof dat Amsterdam de meeste drugsresten bevat. Ja. Volgens mij van Europa of zo. Dus je kan ook heel veel informatie halen. Ja, zeker. Afvalwater data en de informatie die je uit afvalwater kan halen, die speelt ook een hele belangrijke rol. Aan de ene kant om, wat ik net schetste, die prognoses te kunnen maken. Maar ook hele andere invalshoeken als drugs, maar ook het hele dossier COVID. Daar hebben de monitoring van het afvalwatersysteem natuurlijk bijgedragen aan inzicht hebben van waar zitten die COVID-bronnen en hoe kon je daarmee handelen. Dus dat is ook een ontwikkeling die we zien, dat steeds meer gaat spelen. Data science is dan ook zo'n woord, hè, wat we steeds roepen. Ik zeg altijd, dat is het verbinden van allerlei afvalstromen, of datastromen op afvalwater gericht. Maar ook hele andere datastromen die samen veel meer inzicht geven hoe we dingen kunnen analyseren en kunnen programmeren. En we hebben tegenwoordig natuurlijk technieken om heel veel data te kunnen opslaan. Vroeger was dat veel minder, maar dat kan tegenwoordig met die snelle computers veel makkelijker. En dus beter analyseren ook waarschijnlijk. Ja, en sneller en veel duidelijker en dus nauwkeuriger, zeg maar. Ja. Ja. Het lijkt mij sowieso heel erg dynamisch wat jullie allemaal doen. Dynamisch vakgebied. Maar voor jullie als waterschappen spelen jullie daar ook absoluut een rol in. Jazeker. En op al dit soort vlakken zijn we constant in beweging. Hè? Om de traditionele rol van zuiveraar of afvalwaterverwerker, gesprekken met omgeving, gemeente, bedrijven, hoe vullen we afvalwaterproblemen op? Die hele data, dat is weer een heel ander vakgebied, zeg maar. Nou, wat Cora net zag, sociale innovatie, acceptatie. Ik bedoel, stel dat wij van afvalwater drinkwater maken. Ja, dat moet je misschien goed uitleggen. Nou, dat soort dingen, dat speelt allemaal mee. Dus het werkveld wordt alleen maar breder en breder en interessanter en interessanter. Ja, ik kan me voorstellen, Huub, dat het onderwijs daar ook een hele belangrijke rol bij speelt. Ja, dus we zijn als hoogleraar, hè, moet ik eigenlijk een streep zetten onder leraar. Hè. En dat betekent dat wij onderwijs geven en dat we dus studenten aan de universiteit op bachelor- en op masterniveau, maar uiteindelijk ook op PhD-niveau. Hè, dus nog een tree hoger en een onderzoek dat wij heel veel mensen opleiden. Jonge mensen die uiteindelijk beschikbaar komen voor de watersector. En dus ook voor de waterschappen en de drinkwatermaatschappijen en organisaties als STOA. En ik ben super trots dat ik zo'n baan kan vervullen. En dat ik onderzoek kan doen. En dat ik met jonge mensen kan opleiden voor de watersector hier in Nederland. Maar niet alleen in Nederland, voor de hele wereld. Dus we werken met studenten die uit alle windstreken afkomstig zijn. Dus hoe sexy is water? Super sexy op het moment. Nee, we hebben groeiende aantallen studenten. Iedereen in de wereld, maar ook in Nederland, ziet dat het sluiten van kringlopen en duurzaamheid en klimaatproblemen met water als verbindend element essentieel is. Dus je ziet steeds meer studenten die daarin geïnteresseerd zijn en gaan investeren in een opleiding. En dat super interessant vinden om daarin af te studeren en een carrière te vinden. Dus ik ben eigenlijk ontzettend positief daarover. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is zo leuk om met nieuwe, jonge mensen te werken in onderzoek en onderwijs. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat je kan doen. Nou, hebben we hier ook een tafel vol met jonge mensen. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Tot slot, Cora, ik krijg voor jou een vraag binnen via de chat. Worden er ook de juridische aspecten onderzocht van gebruikt water? Bijvoorbeeld van wie zijn de grondstoffen die erin zitten? Ja, dat gaat allemaal onderzocht worden. Want het lijkt zo vanzelfsprekend. Het afvalwater dat via de riolering komt, dat bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht. En daar kunnen de waterschappen uiteindelijk grondstoffen weer uit winnen. En uiteindelijk worden die ook weer afgezet voor en nuttig toegepast. En dat wordt ook door de waterschappen
Soms afgezet tegen kosten. Dus in die zin worden daar inkomsten mee gegenereerd. En die zijn dus voor de waterschappen? Voor nu wel, ja. Ja. En dan wordt natuurlijk wel gekeken ook naar een bredere context. Zeker op het moment als je ook water gaat afzetten. Van hoe dat ook geregeld kan worden. Ook in relatie tot de drinkwaterbedrijven. Andere partijen die daar op die markt zich ook begeven. Ja. Tot slot, om dit af te sluiten. Want dit is allemaal heel erg interessant. Volgens mij kunnen we ook uren hierover doorpraten. Maar nog even over terug naar STOA. Want dat is toch de jubilaris van deze dag. Van dit jaar ook. Het zuiveren van afvalwater is vast niet het enige waar jullie mee bezig zijn. Nee, er zijn vele aspecten. Dit is er maar eentje van. Hè. Ik ben de programmamanager afvalzuiveringssystemen. We houden ons ook bezig met de waterkeringen, de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, de waterkwantiteit. Dus er zijn vele aspecten binnen STOA die we proberen te adresseren. Eigenlijk alle taken van de waterschappen proberen we te beslaan. Dus dit is maar een klein gedeelte. Waar heel veel aspecten aan te ontdekken zijn. En de komende tijd gaan er ook nog heel wat nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Dus voorlopig zijn we nog niet klaar, hoop ik. Nee, hou het vooral in de gaten allemaal thuis, ja. Bij jullie ook. Nou, dankjewel Cora, Huub en Rien. Ik wou je bijna Rieners noemen. Ja, dat gebeurt ook wel. Dank jullie wel. Ja, oké, graag gedaan. En inmiddels is Tim van Hattem de studio binnengestapt. Tim is onderzoeker aan de WUR, de Universiteit van Wageningen. En hij is ook programmaleider Groene Oplossingen voor Klimaatverandering. En hij heeft een prikkelende visie op Nederland in 2021. En gaat deze visie nu pitchen. Tim. Ja, dankjewel Sascha. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. Maar voordat we dat doen, gaan we even naar het hier en nu. Deze foto staat eigenlijk symbool voor de wereld van vandaag. Je zou kunnen zeggen, de wereld staat in brand. En we gaan ondertussen gewoon door met het spelen van een potje golf. We zijn ongelooflijk druk met het oplossen van korte termijn problemen. Met brandjes blussen. En we weten natuurlijk dat klimaatverandering de grootste opgave is van deze eeuw. En terwijl in Canada de temperatuur oploopt tot wel 50 graden, komt het in Nederland met bakken uit de hemel. En deze foto is gemaakt in het dorp waar ik vandaan kom, Bunde. Het station staat helemaal onder water. Wij noemden het vroeger Bunde Centraal. Extreem weer. Mijn moeder heeft de hele nacht water staan hozen uit de kelder. En we weten dus dat klimaatverandering niet meer iets is van de lange termijn. We zitten er middenin. En naast extreme buien kunnen we ook extreme droogte, hittegolven en zeespiegelstijging verwachten. Dus we moeten ons gaan voorbereiden op die toekomst. En dat maakt ons ook wel bezorgd. Als je Nederlanders vraagt hoe denkt u dat Nederland er over 100 jaar uitziet, dan zijn 1 op de 5 mensen, volgens onderzoek van RTL, die zegt Nederland staat voor een heel groot deel over 100 jaar onder water. Dus we beginnen ons echt zorgen te maken over onze toekomst. En dat lossen we niet op met allemaal technische oplossingen of korte termijn kleine pleistersplak oplossingen. Er is echt systeemverandering nodig. En er is 1 hele belangrijke oplossing die we stelselmatig over het hoofd zien. En dat is ons natuurlijk systeem. Gezonde bodems, gezonde watersystemen, bossen, wetlands zijn onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Ze kunnen CO2 uit de atmosfeer halen en ons helpen tegen de weerbaarheid tegen klimaatextremen vergroten. Maar er is ook iets aan de hand met dat natuurlijk systeem. Een hele grote groep, internationale groep wetenschappers heeft in 2019 geconstateerd dat het verlies aan biodiversiteit eigenlijk misschien nog grotere uitdaging is dan het klimaatprobleem. En 1 miljoen soorten wordt met uitsterven bedreigd. En dat betekent dat we echt fors moeten gaan inzetten op dat natuurlijk systeem weer gaan herstellen. Bending the curve, zoals we dat noemen. En dat gedachtegoed, dat natuurherstel, het samenwerken met natuur, dat zou eigenlijk leidend moeten zijn in het nadenken over de toekomst van Nederland.
ons kleine, mooie Nederland, die delta, die staat voor hele grote opgaven. En we hebben de energietransitie, de transitie in de landbouw, de circulaire economie en de woningbouwopgave. Het zijn allemaal ruimtelijke opgaven. En dat moet allemaal plaatsvinden in het licht van klimaatverandering en herstel en biodiversiteit. En wij hebben in Wageningen met een groep onderzoekers eens nagedacht, eigenlijk iets ongebruikelijks gedaan, en is nagedacht van hoe zou Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen zien als we dat natuurlijk systeem leidend zouden maken en water en bodem leidend maken in de ruimtelijke toekomstige inrichting van Nederland. En we dachten van ja, we kunnen een heel dik rapport schrijven, maar het leek ons interessanter om dat eens op de kaart te zetten. Want als je wil weten waar je heen wil, welke richting je op wil, dan heb je een kaart nodig. Dus wij hebben een nieuwe kaart van Nederland gemaakt, waarin we hebben laten zien hoe Nederland eruit zou kunnen zien als we echt dat water- en bodemsysteem, ons landschap, leidend maken in de ruimtelijke inrichting van Nederland. En ja, we hebben die kaart gekanteld, omdat wij willen benadrukken dat we echt anders naar Nederland moeten gaan kijken. Een ander perspectief op ons land. En ook dat de zee een belangrijk deel is van Nederland en ook een belangrijk deel is van de oplossing. Nou, laten we eens inzoomen op een aantal onderdelen van deze kaart. En laten we beginnen op zee. Nou, we gaan daar heel veel energie produceren. Windenergie, zonne-energie, waterstofhubs. Maar we gaan ook veel meer voedsel produceren op zee. Een deel van de eiwittransitie gaat plaatsvinden op zee. Oesters, mosselen, maar ook zeewier tussen de funderingen van die windmolenparken. We gaan onze kust laten meegroeien met de zeespiegelstijging. En als we dan verder landinwaarts gaan, dan zien we veel meer ruimte voor water. Ruimte voor de rivieren hebben we natuurlijk prachtige programma's mee gehad. Maar we moeten gaan anticiperen op nog hogere rierafvoeren. Dus we gaan die rivieren nog meer de ruimte geven. We gaan onze beste gronden, de meest vruchtbare gronden, inzetten voor plantaardige voedselproductie. En we gaan die kringlopen zoveel mogelijk proberen te sluiten. En dat betekent dat we niet zoveel mogelijk voedsel per hectare gaan produceren, maar zo gezond en duurzaam mogelijk voedsel per hectare. We gaan onze veenweidegebieden op hele grote schaal vernatten. En we gaan daar bodemdaling tegen, de CO2-uitstoot van die gebieden tegen, door die gebieden op grote schaal te vernatten. En met andere vormen van teelten, andere vormen van landbouw. En we hoorden het net al, de droogte, ook een groot toenemend probleem in Nederland. En we gaan juist onze hoge zandgronden veel meer inrichten als sponsen. En elke druppel water daar zoveel mogelijk vasthouden. Inzetten op natuurlijk inrichten van onze beken en veel meer bossen aanleggen. Juist op die overgangen van hoog naar laag. En die bomen, nou, die kunnen we gebruiken voor het bouwen van onze steden. Waarbij onze steden opslagplekken worden van koolstof. En we gaan onze steden op hele grote schaal vergroenen. Dus ook om de sponswerking van onze steden gaan we vergroten. Door zoveel mogelijk in te zetten op groen, waarbij we die regenbuien kunnen opvangen, die temperatuur van die steden omlaag kunnen brengen en vooral die steden ongelooflijk leefbaar maken. Toen wij dit verhaal de wereld in geslingerd hadden, hebben wij ontdekt dat Nederland schreeuwt om een hoopvol toekomstperspectief. Naast alle doemscenario's die we dagelijks voorbij zien komen, willen we weten waar we naartoe moeten, wat we moeten doen. En Nederland heeft behoefte aan zo'n verhaal. En de grote vraag is natuurlijk, hoe komen we daar? En want Nederland heeft met onze kennis van waterbeheer, landbouw, governance, alle componenten in huis om eigenlijk een living lab te zijn en nieuwe oplossingen te testen, op te schalen en die kennis te exporteren naar het buitenland. Maar dat betekent wel dat we bij elke beslissing die we vandaag nemen moeten nadenken hoe dat bijdraagt aan deze richting. En hoe dat bijdraagt aan toekomstige generaties, wat dat voor hun betekent. En dat was precies ook het verhaal van Roman Krasnaric in zijn boek The Good Ancestor. Als u nog een goed boek nodig heeft voor de zomervakantie, lees dit boek. Daarin pleit hij voor het lange termijn denken in onze korte termijn samenleving. En ik zat vorige maand met hem in een sessie en hij vond het verhaal van onze kaart, onze toekomstvisie van Nederland, een fantastisch verhaal. En hij zei, die kaart van jullie die moet in elk klaslokaal in Nederland op scholen hangen om de jeugd, jonge mensen te inspireren voor de toekomst en de richting die we op willen.
Nou, afgelopen vrijdag was ik in de klas van mijn zoontje. Heb ik een lesje gegeven over klimaatverandering en over water. En natuurlijk aan de klas gevraagd van hoe denken jullie dat de toekomst eruit ziet. En ik kan je vertellen, die jeugd heeft ongelooflijk veel creatieve ideeën. Dus laten we die jonge mensen in hun positie zetten. Mee laten denken over hun toekomst. Dat is ongelooflijk belangrijk. En ja, we kunnen dit niet alleen. We moeten dit met z'n allen doen. Samenwerking is echt heel belangrijk, want de opgaven zijn immens. Dank u wel. Dank je wel, Tim. Nee, dank je wel voor een heel mooi statement wat je hebt gemaakt. Hier aan tafel zitten toevallig een aantal jonge waterbeheerders. En ik ga het met hen hebben over de toekomst van waterbeheer en hoe het voor hen is om in het waterbeheer te werken. Ik stel ze graag aan je voor. Rosanne Meiling, watertrainee bij de staf van de Delta-commissaris en onder andere bezig met het organiseren van Delta-congres. Rinse de Vries, oprichter van de start-up Noria. En Noria, dat is een bedrijf dat actief is met de aanpak van plasticvervuiling in de rivieren. En Fleur van Gol, watertrainee bij STOA, onder andere bezig met onderzoek naar de kennisbehoeften rondom droogte. Welkom allemaal. Rosanne, laten we eerst even een rondje doen van waar jullie passie met water vandaan komt. Ik begin bij jou. Waar komt het bij jou vandaan? Hoe is dat ooit begonnen? Ja, we hadden het er net al eventjes over. En bij mij is dat gegroeid door de jaren heen. En met name tijdens de vele reizen die ik heb gemaakt. En eigenlijk het moment dat ik in Iguazu stond, bij de Iguazu watervallen in het noorden van Argentinië, toen dacht ik, nou, water, dat is zo'n krachtig element. Hier moeten we gewoon iets mee. En ook water is natuurlijk het thema als het gaat om klimaatverandering. Dus ja, mij spreekt dat ontzettend aan. En waar dan mooier nu om met dit thema bezig te zijn dan mijn huidige werkplek bij de Delta-commissaris. Ja, wat mooi dat je dat inderdaad juist bij die Iguazu-watervallen, dat je dat moment had inderdaad. Schitterend. Ja. Ja, Rinse, jij had tijdens je studie nog, was je al bezig met de plastic soep? Ja, zeker nog. Ja, eigenlijk daarvoor al, of met de plastic soep niet, maar met water wel. Dat is eigenlijk gewoon gegroeid toen ik ben opgegroeid in Friesland. Dus ja, dan begint het natuurlijk al met het vierlieppen of polstokspringen, zoals de meeste mensen dat kennen. Later ook gewoon zwemmen, zeilen, kitesurfen, duiken. Dus eigenlijk alles met water, dat vind ik gewoon mooi om te doen. En toen ben ik later ook tijdens mijn studie, heb ik in Delft gestudeerd, ben ik ook meer met het watermanagement gaan doen. Dus heb ik me ook langzaamaan meer naar, ja, hoe zit het bestuur van Nederland eigenlijk qua watermanagement in elkaar, ben ik me daar ook in gaan verdiepen. Dus dat is een beetje waar mijn passie uit ontstaan is. Ja. Nou, in Friesland kan je natuurlijk inderdaad niet om water heen. Dus nee, dat moet zeker wel. En Fleur, hoe is dat bij jou? Ben je ook als jongere al geraakt door het water? Ja, zeker. Ja, mijn ouders die zeilen. En sinds ik eigenlijk een heel klein meisje was, stond ik al aan de voorsteven, zeg maar, van een boot. En daarmee zeilden we dan langs de kusten eigenlijk van Europa. Dus mijn perspectief toen ik al jong was, was eigenlijk van zee naar het land. En kustgebieden vind ik sowieso heel intrigerend, want ja, daar heeft de samenleving zich altijd eigenlijk al gesetteld. En dat heeft zich doorontwikkeld naar mijn keuze voor mijn studie. Van hey, hoe werkt de wereld? Hoe werkt water? En daarom zit ik hier nu ook vandaag, denk ik. Nou, fijn dat je er bent. Laten we het even hebben over de huidige problemen, waar we nu allemaal mee te kampen hebben. Rins, jouw start-up Noria, die pakt de plasticvervuiling in de rivieren aan. Hoe groot is dat probleem? Ja, hele goede vraag. Hoe groot is dat probleem? Er zijn al meerdere onderzoeken naar gedaan. En ook al verschillende conclusies getrokken. Zoals 800 ton kilogram plastic afval per jaar. Of één afvalwagen per minuut. Of je eet elke week één creditkaart. Maar eigenlijk zijn er gewoon zoveel onderzoeken gedaan. En weten we nog steeds niet zo goed waar het plastic zit. Want ongeveer anderhalf maand geleden is er een onderzoek verschenen waaruit bleek dat minder dan 1% van het plastic eigenlijk in de plastic soep, dus de oceanen, terechtkomt. Eigenlijk heel veel plastic blijft juist in de rivieren achter, in de walbeschoeiing en dergelijke. Dus daarom moet er gewoon veel meer onderzoek naar gedaan worden. En we moeten ook zo snel mogelijk het probleem aanpakken. Gewoon daadwerkelijk plastic gaan verwijderen. En dat is gewoon wat op dit moment echt urgent is en wat snel gedaan moet worden. Ja, want over jouw bedrijf, hoe werkt het dan precies? Want ik ken wel het verhaal van hoe dat in de zee dan wordt opgevangen met allemaal van die grote soort van drijvende dingen. En dan wordt het opgeslurpt. Maar hoe gaat dat in de rivieren, waar het precies wat jij zegt in die bermen terechtkomt? Ja, nou eigenlijk wat belangrijk is bij de rivier is dat je goed kijkt waar het voornamelijk terechtkomt. Want een rivier die werkt zo dat eigenlijk het plastic in bepaalde hoeken wordt gedrukt. Dus daarom werkt onze methode ook wel met de zogenaamde 3 R'en. We doen eigenlijk research, remove, recycle. Dus eerst doen we onderzoek en dan kijken we gewoon waar de natuurlijke omstandigheden het plastic vaak naartoe drukken. Dan weten we op welke locaties wij het meest duurzaam kunnen verwijderen. En daar installeren wij dan een van onze systemen die het daar daadwerkelijk kan verwijderen. En vervolgens gaan we het ook nog onderzoeken om te kijken waar komt het eigenlijk vandaan. En dan kun je uiteindelijk weer preventieve maatregelen nemen.
En we willen van het plastic dan ook weer gewoon nieuwe producten maken, zoals grijpertjes en dergelijke, waarmee vrijwilligers ook het plastic uit het natuur kunnen halen. Ja, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Iedereen zou een grijpertje moeten hebben eigenlijk. Ja. Fleur, vanuit jouw studie heb jij te maken gehad met building with nature-achtige oplossingen. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, je zou eigenlijk wel kunnen beginnen bij Nederland. Hè. Wij staan bekend om onze dijken en dat is eigenlijk een hard structure. Maar je kan ook voor een soft structure gaan. Dus dat je eigenlijk de natuuroplossingen integreert in je waterveiligheidsprogramma. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld in Indonesië gebruiken ze mangrovenbossen, of dat is dan het idee. En mangrovenbossen zijn van nature ook een baken voor biodiversiteit. Dus dat zei net Tim ook al, dat is een hele mooie combinatie. Mm-hmm. En dat helpt dan tegen overstroming. Maar ook in Nederland, dus de oevers eigenlijk van de Oosterschelde, daar heb ik ook onderzoek gedaan. Hoe kan de ondergrond nou eigenlijk helpen met het stabiliseren van het achterland? Hoe legt dat dus uit? Nou ja, in de ondergrond zitten allerlei lagen sediment. En hoe heeft dat een effect in het golfbreken en in het binnenkomen van het water op het achterland? In plaats van of samen met die dijk. Dus dan wordt het een soort van samenwerking van wat er al natuurlijk bestaat. De oever, die bestaat uit schorren en slikken, zo heet het dan zo mooi. En dan daarachter zit die dijk die wij hebben gebouwd. Wat zie je nou op dit moment als zeg maar de grootste uitdaging? Nou ja, op dit moment, Nederland bestaat, heeft natuurlijk een grote uitdaging altijd eigenlijk al gehad, wat Bas net ook zei, van we moeten al dat water wat in die delta komt, moeten we afvoeren. Maar nu hebben we ook vaak droogtes. Hè, dus hoe zoek je daar een balans tussen? Tussen droogte, maar ook wateroverlast. Ja. Ja, en hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, als ik daarover mag aanhaken. Ja, precies. Want vanuit het Delta-programma, hè, dat ook jaarlijks wordt opgezet onder leiding van de Delta-commissaris, waar ook heel veel organisaties bij betrokken zijn, met overheden samen. Daar wordt dus nu ook met name ook naar dit probleem gekeken. Want als je dus ervoor kiest, hè, Nederland is heel goed in zo snel mogelijk water afvoeren. Als je dus nu voor kiest om al het water in één keer vast te houden, dan zorg je dus ook gelijk weer voor wateroverlast. Dus dat vraagt om een hele nieuwe denkwijze en een nieuwe een herinrichting van het huidige watersysteem. Dus waar we dus ook in Nederland mee bezig zijn. Ja. En ik begreep dat boeren ook, die hebben natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Die gebruiken het land heel veel. Maar juist omdat zij zware machines hebben, willen ze dat er niet te veel grondwater is, zodat hun machines wegzakken. Dus dat is ook weer, je moet ook met die partijen altijd rekening houden. Ja, het is een hele wisselwerking met allemaal verschillende belangen natuurlijk waar je mee te maken hebt. Het gaat, Rinse, ik hoorde jou eerder zeggen voor de uitzending, dat het gaat om polderen 2.0. Ja. Leg dat eens uit. Nou kijk, Nederland is natuurlijk het oudste politieke orgaan in Nederland, is een waterschap. Die is ooit in 1255 is de eerste waterschap opgericht. Omdat ze merkten dat watermanagement, dat kun je niet als één boer alleen doen. Je hebt gewoon samenwerking nodig tussen verschillende boeren. En daaruit is ook een beetje het polderen ontstaan. Het Nederlandse polderen staat bekend om, je moet gewoon met elkaar samen dit probleem aanpakken. En vroeger werd het heel veel met watermanagers gedaan. En nu merken we eigenlijk veel meer dat er eigenlijk gewoon integrale oplossingen nodig zijn. Integrale aanpak. Dus dan zie ik bijvoorbeeld het polderen 2.0 meer als samenwerking tussen niet alleen de waterbeheerders, maar ook de provincies, ook de gemeentes, ook de ministeries en dergelijke. En ja, dat zie ik dan een beetje als het polderen 2.0. Ja, dat is wel, lijkt me heel belangrijk om dat te doen. Zeker met de problemen die er in de toekomst allemaal op ons afkomen. We hoorden natuurlijk net ook dat verhaal van Tim over wat er allemaal speelt. En het zal dus inderdaad alleen maar sterker worden. Wat zien jullie als de grootste uitdagingen van de toekomst? Ja. De grootste uitdagingen van de toekomst. Ja, het is natuurlijk een voortzetting van wat we nu al meemaken met weersextreme droogtes en de zeespiegel die stijgt bijvoorbeeld. En met het Delta-programma waar ik dan nu mee bezig ben, of althans mijn team waar ik in werk, wordt daar ook heel erg naar gekeken. En we hebben met z'n allen afgesproken in 2050... dan moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn. En het Delta-programma die zet de koers daarvoor om daar in 2050 dan te staan ook. Dus het is dus die opgave die hebben we nu met z'n allen. En we zijn er dus ook al met z'n allen mee bezig om zo goed mogelijk om bij dat punt uiteindelijk terecht te gaan komen.
En nou moet ik zelf zeggen, ik heb eigenlijk ook wel een beetje zin in het jaar 2050. Het komt zo vaak voor in alle gesprekken. En nou ja, goed, hoe de wereld er dan bij ligt. Ons werk is daarbij heel erg belangrijk. Want we zijn gewoon nu ook al bezig met die toekomst. En als je dus nu naar buiten stapt, dan ben je eigenlijk ook al in je fysieke werkomgeving bezig met dit thema. Ja. Fleur, heb jij ook zin in de toekomst? Ja, ik heb heel veel zin in de toekomst. Om hiermee gewoon mee aan de slag te gaan. Maar ook wat er eigenlijk net gezegd werd, hè, dat polderen. Sla die handen ineen en zorg dat we ook inderdaad die jongelingen die nog op school zitten en die nu studeren, maar die dus nu ook starten met werken, aangehaakt houden om deze uitdagingen, die inderdaad alleen maar groeien qua grootte, om die te blijven aanpakken. Ja, Rintse, hoe is dat eigenlijk in jouw bedrijf met jongeren? Hoe krijg je ze binnen? Ja. Hoe hou je ze vast? Eigenlijk komt het ook weer neer op samenwerking. Wij doen op dit moment kennis ontwikkelen is een heel belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Als je gewoon goede acties wil nemen, goede nieuwe maatregelen, dan moet je eerst gewoon goed begrijpen hoe de situatie in elkaar zit. Dus daarom hebben we veel kennis nodig. En daarom werken we dus ook veel samen met onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. En doordat we gewoon heel actief met die onderwijsinstellingen samenwerken, zien we ook al heel vroeg gewoon heel veel studenten. En die studenten die leren ons kennen. En op die manier is het een soort van organische manier van elkaar leren kennen. En op die manier trekken wij ook gewoon de nieuwe kracht eigenlijk aan voor ons bedrijf. Ja, Rosanne, wat is nou bijvoorbeeld jouw advies aan een waterschap als ze jongeren willen betrekken? Ik zou zeggen, maak het heel erg zichtbaar wat het werk is. En zorg ook dat duidelijk is wat dan de ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor iedereen. Ik denk dat dat ook heel erg van onze generatie is. Dat is heel belangrijk. En wat Huub Reinert net al zei, water is sexy. Het is sexy, ja. Zo moet je het ook gewoon dus verkopen. Ja. En nou ja, wat Rintse dan ook zegt, dat polderen is ook heel erg belangrijk. Want er zijn al ontzettend veel netwerken waarin jongeren bezig zijn met dit thema. En in plaats van opnieuw het wiel uit te vinden, breng die mensen bij elkaar. Gebruik die bestaande netwerken en zorg dat iedereen aan de slag gaat. Ja, nou, Fleur, dat is natuurlijk één organisatie die heel erg goed is in samenwerken. En dat is STOA. Dat hoop ik, ja. Ja, want jullie doen jij doet een speciaal project gericht op jongeren. Klopt, ja. Dat heet Jong Waterbeheer. En het gaat er eigenlijk over wat Rosanne net ook al zei. Hè, er bestaan al heel veel takken van jongeren. En met die jongeren samen kijken wij eigenlijk naar de kennisbehoeften van de nieuwe generatie waterbeheerders. Wat hebben zij nodig? Hoe nemen zij graag kennis tot zich? En je kan je dan ook realiseren of je beseffen dat die kennis eigenlijk heel getrapt is. Je hebt hele specifieke kennis, technisch inhoudelijk, maar je hebt ook competentiekennis. Dus hoe leer je een skill, hoe leer je je organisatie kennen. Nou, dat zijn allerlei verschillende soorten kennis. En daarmee proberen we eigenlijk de jonge mensen goed aan te laten sluiten in de watersector. Ik kreeg intussen een aantal vragen via de chat binnen. Een opmerking voor Rintse. Vanaf vandaag is er statiegeld op plastic flesjes. Zeker. Daar ben je vast heel blij mee. Ja, zeker. Ja, dus supermooi dat die maatregel ook getroffen is. En dat is gewoon één van de maatregelen die bijdraagt tot het oplossen van het probleem. En we zeggen ook wel eens, wij hopen eigenlijk dat we over 10 jaar geen werk meer hebben. Dat het probleem gewoon opgelost is. Maar dit is één van de maatregelen. En er zijn nog veel meer maatregelen nodig. En in andere landen is bijvoorbeeld geen statiegeld. Dus daar moeten we ook zo snel mogelijk gewoon een systeem installeren om het plastic te verwijderen. Ja, verwacht je trouwens dat dat statiegeld in Nederland, dat dat minder plastic vervuiling in de rivieren gaat opleveren? Ja, ik denk wel dat het een bijdrage gaat leveren. En wij gaan ook eigenlijk mede monitoren om te kijken hoeveel draagt dit bij. Want wij, al het plastic wat wij verwijderen, dat analyseren we ook. Dus we onderzoeken ook echt welk plastic komt het meest voor. En dan denk ik dat we de komende tijd ook gaan zien dat die kleine flesjes ook minder in het milieu aanwezig zijn. Ja, nou, laten we het hopen. Er komen nog meer vragen binnen. Diverse vragen zelfs over bewustzijn en noodzakelijke gedragsverandering. Ik denk dat het statiegeld daar inderdaad eentje van is. Hoe zien jullie dat? Nou, is meer bewustzijn en gedragsverandering? Nou, het bewustzijn is sowieso, denk ik, een heel goed iets om te kunnen onthouden. En ook wel een open blik, hè? Want je moet als ervaren waterbeheerder een open blik hebben naar de nieuwe generatie. Van hoe breng ik nou al die opgedane kennis zo goed mogelijk over? En als jonge waterbeheerder mag je daar ook weer voor openstaan. Dus hoe pak ik die kennis nou het meeste, hoe haal ik daar nou het meeste uit? Ja, nou, dus tot slot, Fleur, ik blijf dan gewoon even bij jou natuurlijk, want het gaat over het jubeljaar van STOA, 50 jaar jong. Ja. En je had het net al over inderdaad dat speciale project dat gericht is op jonge waterbeheerders. Maar nog even over dit specifieke feestjaar, wat gaat er gebeuren?
Nou, wij zijn ons natuurlijk heel bewust van onze achterban. En de jonge waterbeheerder is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dus die hebben wij eigenlijk wel verwoven door al onze activiteiten. Maar we hebben ook een speciale dag voor de jonge waterbeheerder. En dat is 14 oktober, de Young Talent Day. Waarbij we proberen de jonge talenten te kietelen. En ook te inspireren om nog beter samen te kunnen werken naar de uitdagingen van de toekomst. Nou, ik kijk er naar uit. Dankjewel. Fleur, Rosanne en Rinze voor jullie bijdrage. En ondertussen heeft Bas Haring, als het goed is, de hele tijd meegeluisterd. Bas, wat heb jij gehoord vandaag? Ik hoor het graag. We zijn heel benieuwd naar jouw bevindingen. Ja, ik kijk ondertussen wel in mijn schrift af en toe. Ik heb allemaal aantekeningen. En ik moet eventjes schakelen. Soms van die bespiegeling duurt misschien wat te lang. En die is eigenlijk toch niet zo interessant. Want ondertussen draait het in mijn hoofd verder. Wat ik heel leuk vond, is dat er optimisme is. Ik denk ook wel dat er redenen zijn voor optimisme. Maar ik merk ook heel veel pessimisme in de samenleving. En ik hoorde net zeggen, ik heb zin in de toekomst. En ik vind dat fijn. Ik vind het fijn dat mensen die verstand van zaken hebben, ook zin hebben in de toekomst. Ik word daar vrolijk van. En ik vind ook dat het terecht is. Maar het is niet wat ik altijd hoor. En ik hoorde zelfs water is sexy. Dus ik heb water is sexy. Zit je in die tak van sporten, weet je ook nog sexy. En je hebt ook zin in de toekomst. Ik vind dat bemoedigend. Maar ik ben een filosoof. En filosofen hebben heel vaak de neiging, of in ieder geval, ik heb de neiging als filosoof om heel vaak ja maar te zeggen. Ja maar ho, denk hier nog eens een keertje over na. En dat zijn toch wel de reflecties die ik met jullie vooral wil delen. Sorry daarvoor. Maar eerst nog wat leuke kleine gebbetjes, dingetjes die me opgevallen zijn. Wat ik heel leuk vond, is dat een vraag voorbij kwam. Ja, van wie is het afval in het afvalwater? Van wie is het eigenlijk? Een hele grappige vraag. Maar daaraan voorafgaand heb je eigenlijk de vraag, van wie is het afvalwater überhaupt? Van wie is dat? En dat is in Nederland niet een vraag die volgens mij waar een antwoord op is. Maar ik meen te weten dat in Duitsland het van degene is op wiens grond het water valt. In ieder geval is dat met hemelwater zo. En dat is... Oh, sorry. Dat is interessant, want dat maakt ook meteen de eigenaar van dat water, ook de probleemeigenaar. Als je het hebt, is het ook jouw probleem. Dat zien wij in Nederland niet zo. Of ik zie dat niet zo. Ik vind dat als ik het toilet doorspoel, is het niet meer van mij en moet een organisatie het maar oplossen. Terwijl je het ook anders zou kunnen zien. Je zou kunnen denken, nou ja, gods, op het moment dat jij het toilet doorspoelt, is het jouw water waar je anderen mee opzadelt en los het zelf maar op. En dat is een hele andere mindset. En ik vond het grappig dat die in ieder geval vandaag gesuggereerd werd, min of meer. Ik kwam op dat idee door de dingen die gezegd werden. En ik vond het wel een leuke, vruchtbare gedachte. Dit is een kleine bespiegeling. Hè. Ik heb straks wat ernstiger ja-maar bespiegelingen. Maar eerst eventjes de wat leuke, grappige dingen die ik tegen ben gekomen. En wat ik ook een hele interessante opmerking vond, is dat afvalwater is rijk water. Zo zou je het kunnen zien. Ja, verdomd zeg. Ja, je kan dat zien als heel rijk in plaats van arm water. En toen begon ik me langzaam te realiseren dat zout water, dat is geen rijk water. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Maar zout is echt rotspul, volgens mij. Volgens mij is zout echt rot. Dat wil je echt niet in het water hebben. Al die andere stoffen, daar wil je nog wel. Hè, dat accepteer je nog wel. Sterker nog, dat kan je misschien eruit winnen. En daar kun je energie van maken. Of dat kun je als kunstmest gebruiken. Of daar kun je allemaal zinvolle dingen mee doen, volgens mij. Maar met zout, dat is echt rotspul. Volgens mij, correct me if I'm wrong. Misschien kan iemand mij straks aanspreken als ik me vergis. Maar ik krijg de indruk, als ik zo luister vandaag, dat zout echt rotspul is, dat wil je niet in het water hebben, had ik me nooit zo gerealiseerd. Oké, nu wat ernstiger bespiegelingen. De eerste bespiegeling gaat over het probleem wat ons overkomt. Het van het stijgende water, en er komt meer van, dat moeten we oplossen. Dat is een hele typische manier van denken. En het is helemaal niet per se noodzakelijk om ieder probleem altijd op te lossen. Een probleem heeft altijd twee componenten. Namelijk datgene wat direct het probleem veroorzaakt, dat is in dit geval het hoge water, en datgene wat je in je hoofd van maakt. En dat tweede, daar kun je ook vaak wat aan doen in plaats van het eerste. En onze reflex is altijd om het eerste op te lossen. Als we te maken hebben met hoog water, dan moeten we op de een of andere manier berging gaan vinden of wat voor oplossing dan ook. Maar het is niet het enige. De filosofenoplossing is, leer dat probleem een beetje te accepteren. Zo erg is het niet als af en toe je huis een stukje onder water staat. Dat is misschien niet altijd leuk, maar af en toe een stukje onder water, daar kun je aan wennen, zeker wanneer je daarop voorbereidt, wanneer je huizen bouwt die dat aankunnen. Dus wennen aan een probleem is ook een onderdeel van een bepaald soort oplossing. En dat zeg ik dan als filosoof aan de wat meer technisch ingestelde mensen.
omdat technisch ingestelde mensen daar toch vaak niet aan denken. Maar ik denk wel dat het iets waar we rekening of wat ook de ruimte moet krijgen. Een andere bespiegeling heeft te maken met, dat zijn twee bespiegelingen in één. Dat is dat wanneer we over de toekomst denken, dan denken we heel gemakkelijk in trends. Dingen die steeds, het water wordt steeds hoger. En dat is soms terecht. Ik geloof dat het wetenschappelijk gezien echt wel terecht is dat het water steeds hoger komt en dat het klimaat werkelijk verandert. Maar er is ook sprake soms van golven. Golven is natuurlijk een heel mooi woord in de context van waterschappen. En dan denk je te maken met een trend, maar dan keert het weer terug en dan gaat het de andere kant erop. En het is heel riskant om in een golfbeweging te denken dat je te maken hebt met een trend. Dat is dan een vergissing. En nogmaals, als het gaat om om verandering, als het gaat om klimaat en water zelf, dan geloof ik echt wel dat we te maken hebben met een trend en niet met een golf. Maar misschien hebben we met andere onderwerpen die vandaag voorbij gekomen zijn wel te maken met een trend, of met een golf in plaats van een trend. En dan bedoel ik de hoop die we hebben in de natuur. Als het begrip natuur voorbij komt aan tafels en in gesprekken en in pitches, dan is natuur mooi. Dan is het natuur is het goede. En misschien is de natuur wel iets wat ons kan helpen oplossingen aan te dragen. Vanuit de optiek dat de natuur mooi is, vind je ook plastic niet mooi. Plastic is namelijk niet natuur. En dus moet het uit de natuur. Plastic is rotspul. En dit is misschien iets tijdelijks. De emotie die we hebben jegens de natuur is nu een hele positieve. En datgene wat niet natuurlijk is, dat wijzen op de een of andere manier af. Maar het is geen wetenschappelijke wet van mede en perse. Het is geen wetenschappelijke uitspraak wanneer je zegt plastic is rotspul. Het is een waardeuitspraak. En dat is iets wat misschien wel veranderlijk is. De hoop die wij nu hebben in de natuur en de positieve associatie die we hebben met de natuur, dat is misschien iets wat in de loop van de tijd verandert. En dan denken we over 20 jaar van gods, dat was de tijd dat we plastic lelijk vonden. En dat was de tijd dat we hoopten dat de natuur voor ons waterproblemen op zou lossen. En dat is nu anders. Dan ga ik niet zeggen dat het per se zo is. Ik wil alleen maar ruimte scheppen voor die optie. De laatste reflectie die ik met jullie wil delen, die ga ik korter houden dan dat ik had voorbereid, gaat over het werk van Stoa aan zich. En gaat over de trefwoorden innoveren en verbinden. Het is heel logisch om als je wilt innoveren, om elkaar dan op te zoeken en kennis te delen. Dat is hartstikke logisch. Maar dat is niet het enige. Soms wil je innoveren en wil je kennis maken en vergaren, moet je je terugtrekken in je eentje. En moet je een wandelingetje maken of moet je even iets in je eigen hoofd de tijd geven. Dat zeg ik niet als filosoof, hè, want filosofen houden er misschien van om in een stoel te zitten en voor zich uit te staren en na te denken. Dat is ook, als het gaat om hardere wetenschap, een hele zinvolle strategie om tot nieuwe ideeën te komen. Dus niet steeds elkaar opzoeken en dingen delen, maar af en toe tijd terugnemen, je in jezelf keren en even jezelf de tijd geven om ergens over na te denken. En daarna, als je nagedacht hebt, dan zoek je elkaar weer op. Dat is nog een tip die ik Stoa mee wil geven. Dus als je goede kennis wil maken, dan is het goed om elkaar op te zoeken en zoveel mogelijk contact te hebben zoals een dag als deze. Maar het is ook goed om af en toe lekker alleen te zijn. Veel succes. Dankjewel Bas. Ik vond het interessant wat jij zei over die filosofenoplossing van leer het probleem ook te accepteren. Dat is een van die dingen die je steeds vaker ook hoort. Niet alleen maar over klimaatverandering, van we moeten daar iets mee. Maar ook juist dat klimaatadaptatie, van hoe gaan we daarmee om? Dat vind ik heel erg mooi. Het is fijn dat jij dat ook vanuit jouw positie hebt gezegd. Dankjewel daarvoor. En vanuit de studio wil ik jullie hartelijk danken voor het kijken en ook meepraten via de chat. We hebben meer dan 20 chatreacties gehad. Ik kon natuurlijk niet alle vragen stellen hier. Maar hou vooral de komende tijd ook de website in de gaten. www.stoa.nl/50jaar. Daar beluister je binnenkort ook de Stoa-podcast. En vergeet ook niet, schrijf je in voor de relatiedag op 15 september. En natuurlijk de Young Talent Day op 14 oktober. Ik wens jullie een hele fijne zomer en heel graag tot dan.